Ja, dan heb je de Noorse coach. Ja, eerst de mannen al de afgelopen weken en nu lukt het ook bij de vrouwen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat is jouw verklaring hiervoor, voor deze toch wel grote verrassing? Dat zij hier nu wereldkampioen wordt, Ragnhild, dat is voor mij wel echt een grote verrassing. Dat het een super groot talent is, dat weten we allemaal. In Noorwegen in ieder geval. Heeft ze al twee jaar geleden laten zien toen ze wereldkampioen bij de junioren werd op de 3 kilometer. Dat ze een grote motor heeft, dat hebben we ondervonden. En dat ze verschrikkelijk goed kan schaatsen, ja, dat zien we hier. Hoe heb je de 1500 meter van zojuist beleefd? Heel spannend natuurlijk. Ik was gewoon blij dat ze 1:54.6 reed. Ik wist met die tijd had ik eigenlijk verwacht dat dat niet echt voldoende was. Maar ik was sowieso super blij met die tijd. En dat je dan dicht bij een podiumplek kan komen, dat is eigenlijk wel de afgelopen weken. Dat zou dicht bij een podiumplek kunnen zijn. We weten dat de omstandigheden wat misschien wat trager zijn vandaag. Maar ja, 1:54 is sowieso hard in Heerenveen. Dan begint het wachten. Toen begon het wachten. En ja, dat is spannend natuurlijk, maar ik vind het spannender wanneer ze rijdt. Toch wel. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. 2 jaar geleden was ze al wereldkampioen bij de junioren op de 3 kilometer. Ja. En dan nu toch ineens wel een grote stap, kun je zeggen. Nou, na haar wereldkampioenschap junioren heeft zij vorig jaar een heel slecht seizoen gehad. Ik wil niet zeggen dat ze onprofessioneel was, maar het was gewoon echt iemand die vanuit een vanuit kind echt volwassen moest worden. En dat moest jij haar leren, als het ware? Leren wil ik niet zeggen, dat gebeurt gewoon. Zij heeft vorig jaar daar best wel moeilijk mee gehad. Maar ze heeft al heel snel gesnapt dat ze wat anders moest gaan doen dan wat ze deed. En daar hebben we echt midden in het seizoen hebben we daar een flink over gesproken. We hebben een route uitgestippeld waar ze heel veel vertrouwen in had. Vanaf eigenlijk dat ogenblik is ze heel erg, heeft ze heel veel stappen gemaakt, is ze op alles vooruit gegaan. En toen we weer in april, mei begonnen met trainen, toen heeft ze vanaf toen al een heel stabiel niveau laten zien, ook in de zomertraining. En dat heeft ze gewoon doorgetrokken op het ijs. En op dit moment ziet het er niet uit dat er een grens op zit. Nee, want ik wil vragen, van waar kan dit nog naartoe leiden? Ja, dat weet je niet. Het gaat nu verschrikkelijk goed. We moeten nu gewoon weer met beide benen op de grond komen. En werken naar de Spelen natuurlijk. Dat is het volgend jaar. Dat is wel het belangrijkste doel. Dat van tevoren in ieder geval. Deze stap was erg groot. Daar zullen wij nu weer mee moeten leren leven. Ja, want er zullen nu zeker in Noorwegen wel weer wat verwachtingen worden bijgesteld. Precies. En daar moeten we dan weer mee omgaan. Ja. Kan zij daarmee omgaan? Wat voor type is zij? Nou, ik denk wel dat ze daarmee om kan gaan, natuurlijk. Daar zullen we haar in moeten begeleiden ook al. Maar natuurlijk, dat moet gewoon. Ik denk ook wel dat zij nu gefocust genoeg is om die volgende stap te zetten. En dat wil niet meteen zeggen dat ze dan volgend jaar ook gaat winnen, maar gewoon in die hele beleving, daar moet ze gewoon nog in groeien. Ze is nog hartstikke jong. En dan zo jong al wereldkampioen worden, dat is ook niet niks. Dus nog een weg te gaan. Ja. Ja. De bubbel is voorbij. Ja. Ik denk maar, ja, een feestje als afsluiting, denk ik. Die Noren gaan we morgen naar huis. Ik blijf hier in Nederland. Dus ik ga vanavond nog wel even met ze praten natuurlijk en misschien nog een feestje, maar nee goed, dat denk ik niet aan. Ik denk alweer aan volgend jaar wat we moeten doen. En die schaatsers mogen even in quarantaine feest vieren. Kan een lang feestje worden dus? Nou, kan een lang feestje worden. Als ik ze goed ken, dan kunnen ze niet lang stilzitten. Dat komt wel goed. We zitten nu... half februari, dus hebben we ook nog een tijdje. Er komt ook nog een Noors kampioenschap aan. Ik vind dat ze het seizoen gewoon moeten afmaken, zoals een normaal seizoen. En dan kunnen we gewoon weer richting volgend jaar. Mooi, dankjewel. Geniet hiervan. Dankjewel.